Frank Govers werkt hij graag met frisse kleuren. Trouwens, mooie blouse. Nieuw? Oeps. De reacties van de klanten zijn heel verschillend. Sommige klanten kunnen het wel waarderen. Het ziet er lekker uit. Ja, hè? Heerlijk. Echt wel. Mooie kleuren. Ja, mooie kant erop, hè? Ja, hè? Heel mooi, hè? Stevig opkomen. Ja. Anderen denken met weemoed terug aan vroeger. Edwin gooit al zijn kennis in de strijd, maar mevrouw laat zich geen knollen voor citroenen verkopen. Zij neemt geen genoegen met een slappe komkommer. Is het geen echt stevig? Nee, ik vind het een beetje... deze vind ik erg slap, heb ik niet een beetje naar. Slappe dat niet, hè? Nee, dus dat... Mooie ruik. Dat gein, zo recht omhoog. Leuk, hè? Is er dan... U hebt een fantasie, hoor. Andere manier van presenteren. Ja, doe maar een pilootje. Beetje grootje. Ja, van deze prachtige? Ja. Edwin krijgt er plezier in. Alleen het cursushandje wil nog niet zo lukken. Blijven oefenen, Edwin. Gewoon blijven oefenen. Hey, daar is onze Wendy. Bent u ervan? Ja, nou. Prachtige presentatie. Het ziet er... Kom op, Edwin. Reik haar de helpende cursushand. Een gezin, respect. Mooie bananen. Ja. Wat vindt u ervan? Ja, ik zie dat u een artistieke blik heeft. Ja. Dus kijk, prachtige komkommers. Edwin raakt in voor hem, maar glijdt dan uit over zijn eigen bananenschil. En zet hij normaal zijn collega's ten overstaan van klanten voor courgette. Nu staat hij zelf voor peen. Nu is het genoeg. Nu ben ik het zat. Dit is al de derde keer dat u me aanraakt. Ik ben hier alleen maar aan het winkelen in de supermarkt. Ik ben hier niet om door u zo benaderd te worden. Dit zijn ongewenste intimiteiten, meneer. Verklaart u dat eens? Ik wou u alleen maar op de aanbiedingen wijzen. Op de aanbiedingen, op de omhoogstaande bananen. Nou, u wordt bedankt. Ik vraag niet om aangeraakt te worden. Ik kijk, ik zit naar uw creatie te kijken. Ik vind het al een beetje vreemd. Ik bedoel, de gedachten die hier op de tafel verspreid worden. Dat zijn uw gedachten, of niet? Ja, nou, het is dus een soort cursus waar we mee bezig zijn. Gewoon op deze manier eten leren en op zo'n manier... Deze manier eten leren en deze manier met de klant omgaan. Nou, perfect. Perfect, u bent geslaagd. Inderdaad, je bent geslaagd. Dat vinden ook je collega's. Ik bedoel, in de supermarkt ben je niet eens meer veilig. Kom maar, niet eens meer. Een Brusselse straatmuzikant zit in zak en as. Welke nummers hij ook brengt en hoe hij ook zijn best doet, er komt slechts weinig geld in het bakje. Van pure wanhoop ziet hij slechts één oplossing meer. De voorbijgangers eens stevig onder vuur nemen. Toch nog om zijn loontje. En daarmee zit deze aflevering van Verborgen Camera erop. Morgen kopen we zwart-witte bloemen voor ons lief. In Australië ontmoeten we een levende deodoranttester. En we volgen de Italiaanse acteur Pino Caruso op een boottocht op de Tiber. Bedankt voor het kijken en denk eraan, de Verborgen Camera ziet u. MUZIEK
realized somebody I meet today might not come back tomorrow. Don't ever say that. I know you're an officer, but I'd like to see you. I think you better go now, specialist. Never gonna forget you. I'm gonna be at the Paradise Hotel. I want you to meet me there. Your head! My leg! I'm scared. Everybody's gotta learn the hard way. Tour of Duty. Morgen om 8:30 op VT4. Honger? Wel, vrienden, volg de beer en jullie zullen me gauw snel vinden. Kijk, daar gaat hij. Waar is die beer? Kijk, een schip. Jullie hebben me goud gevonden. Hap toe, de beste kabeljauw in mijn knapperig korsje. Terug naar huis. Eagle Fish Sticks, de enige echte. We'll kill everyone on this bloody plane. Een vliegtuigkaping. Amerikaanse gijzelaars worden vastgehouden in Libanon. It's a go. Take them down. Een interventieteam wordt ingeschakeld. De Delta Force.